Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanochtend was het nog bewolkt en er viel ook nog een tijd lang regen, maar inmiddels is het vanuit het westen uit op de meeste plaatsen droog geworden en begint het ook geleidelijk aan op te klaren. Nou, in de loop van de avond en nacht worden de opklaren geleidelijk aan breder, maar voordat het zover is, hebben we nog te maken met een afwisseling van wolken en een beetje zon. Op de radebeelden kunnen we ook terugzien dat de regen naar het oosten toe aan het wegtrekken is. Daarachter zit nog een enkele spat regen soms uit het wolkendek, maar op verre uit de meeste plaatsen is het toch wel droog. Vanavond, zoals gezegd, gaat het dus geleidelijk aan opklaren. In het binnenland kan er lokaal wat nevel ontstaan, en halverwege de avond is het een graad of drie. De komende nacht koelt het verder af naar waarde tot dichtbij of misschien lokaal net iets onder het vriespunt. Verder gaat er op veel plaatsen mist ontstaan of lage bewolking waardoor het tamelijk grijs is. De een zwakke tot matige en zee soms vrij krachtige wind uit het zuiden. Morgen vroeg is het in eerste instantie behoorlijk grijs nog steeds door de nevel, mist of laag hangende bewolking, maar in de loop van de ochtend vanuit het zuiden gaat de zon goed doorbreken. De nevel en mist lossen op of trekken naar het noorden weg. En uiteindelijk middags zijn er perioden met zon. Verder is het overal nog droog. Pas later op de avond of tegen middernacht volgt er vanuit het westen regen. Verder is het behoorlijk zacht. Het wordt 13 tot 15 graden. Er waait wel een stevige zuidelijke wind. Die is matig. Een zee vrij krachtig, kracht 4 of 5. En aan zee misschien zelfs soms krachtig, kracht 6. Dan de baansdagen, die zien er zeer wisselvallig uit. Op zondag vallen flinke buien. In de vroege ochtend valt er ook nog een tijd lang gewoon regen. Verder wordt het zo'n 10 tot 12 graden bij een stevige Zuidwestenwind. En die Zuidwesten die speelt op maandag een nog grotere rol. Dan waait die vrij krachtig en een zeehard of misschien zelfs stormachtig. Windkracht 5 tot 8. Verder is het 10 tot 12 graden en er trekken buien over het land, maar soms schijnt ook even de zon. Op dinsdag ook nog een paar buien, wel iets vaker droog weer, maximum temperatuur rond de graad of 11 en de wind is wat afgenomen. Kijken we dan naar de dagen daarna, in ieder geval naar de temperatuur, dan zien we dat de maxima in eerste instantie zo tussen de 10 en 15 graden liggen. Maar in de loop van volgende week en richting het volgende weekeinde, dan gaan we weer eens richting de 15 graden en de grijze band laat zien dat er is wat onzekerheid, maar die is vooral naar boven toe. Het zou misschien dan zelfs wel eens een keer 20 graden kunnen worden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl